Steven McAndrew is de nieuwe topman op het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Vanmorgen is hij door president Chandrika Prasad Santokhi beëdigd op het presidentieel paleis, waarna het ministerie op het hoofdkantoor aan de Eddy Bruma-straat door minister Reshma Kuldeep Singh werd overgedragen aan de nieuwbakken bewindsman. McAndrew haalde daarbij aan dat hij er geloof in heeft dat hij samen met het team van het ministerie goed werk zal verrichten voor deze beleidsgebieden. Want arbeid is en blijft belangrijk. De jeugd van Suriname is en blijft belangrijk. En we moeten gezamenlijk werken om ervoor te zorgen dat deze twee factoren tot volle bloei kunnen komen. En daar zal ik me dan in deze periode volop voor inzetten. Ik ga ook aangeven dat ik iemand ben die grote waarde hecht aan sociale dialoog. Dus er zal veel dialoog plaatsvinden met de relevante stakeholders, vakbeweging, werkgevers, jeugdorganisaties, noem maar op. Mijn deur zal altijd openstaan daarvoor. Ik heb het gepromoot, nogmaals in de regio, sociale dialoog, decent work, betrokkenheid van jeugd. En men zegt, je moet niet alleen praten, maar ook doen. Dus je kunt ervan verzekerd zijn dat de deur van mij voor ieder zal openstaan. Elke Surinamer die een constructieve bijdrage wil leveren voor wat betreft arbeid of jeugdzaken, zal altijd bij mij een open deur vinden. Minister Kuldeep Singh is overgeplaatst naar het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Hoopt dat de plannen die het ministerie heeft gemaakt onder haar bewind zullen worden voortgezet. Ik zal ten alle tijde beschikbaar zijn ook om mijn collega te ondersteunen. En ook zeker als ad interim zal ik er altijd zijn. En ik ben er, u mag mij altijd contacten. En ondersteuning heeft u. Collega, gefeliciteerd. Het team van directie, staf, personeel, AWJ, mijn secretariaat, bureau minister, wil ik van harte dank zeggen. En u heel veel succes toewensen. Gefeliciteerd en het beste. Minister Kuldeep Singh is dankbaar voor de ondersteuning die het personeel van het ministerie haar heeft geboden. Ook is ze tevreden over de resultaten die ze samen hebben geboekt.